overleg aan de kant van het veld. Welkom terug overigens hier op Woudestein. Overleg tussen Claudemir Domingues de Souza, de Braziliaan. Hij gaat in de ploeg komen bij Vitesse aan het begin van deze tweede helft. Nog even onduidelijk wie er vanaf gaat. Even wachten tot de assistentscheidsrechter het bord omhoog steekt met daarop het rugnummer van de man die niet is teruggekeerd uit de kleedkamer. Hij in ieder geval erbij. En hij is de vervanger van Paul Verhaag. Een wissel aan het begin van de tweede helft bij Vitesse. Claudemir Domingues de Souza komt in de ploeg bij Vitesse als vervanger van Paul Verhaag. Over Claudemir. Anders gaaf. En opnieuw de jonge Braziliaan. Die zich ontdoet van Steensel. En een goede voorzet in huis. En van Lorca. Die daar zijn eerste doelpunt in de Eredivisie maakt voor Vitesse. Maar veel belangrijker. De Arnhemmers voor de tweede keer vanavond op voorsprong zet. Waarom zou je niet met een man minder een wedstrijd kunnen winnen? Goal van Juan Lorca. Veldhuizen is naar buiten gerend om het mee te vieren. Prima actie van de invaller Claudemir. En de voorzet is uitstekend op Juan Lorca. Eindelijk is daar zijn eerste Eredivisie doelpunt. En prachtig is de reactie bij Veldhuizen. Aan de kant van Vitesse. Knappe overwinning voor de Arnhemmers op Woudestein. Even gloorde er hoop voor Excelsior. Na de rode kaart voor Veldhuizen en de benutte strafschop van invaller Voskamp. Maar Vitesse koos ook met een man minder nog altijd vaak voor de aanval. En dat werd uiteindelijk beloond na de individuele actie van Claudemir en de goal van Juan Lorca. Hij ontsnapte aan een rode kaart. Yasser Taka. De Mos viert daar met zijn spelers de overwinning. Bijzonder knappe overwinning. Voor een club in roerige tijden. Prior. Lorca. Was toch om eruit te komen. Aardige bal, Claudemir. Moet hij wel de voorzet ineens geven? Nou, dit is ook aardig. Claudemir, en daar is het doelpunt. Ja, Vitesse op 2-1 voor. Kolk scoort. De eerste, de beste kans in de tweede helft is meteen raak. Santi Kolk. En hij wijst terecht naar Claudemir. Met een hele goede actie staat hij aan de basis van het doelpunt. Komt er knap langs en heeft dan nog het overzicht. Slim overstapje bij de eerste paal. En Kolk op de juiste plek. Twente grijpt niet goed in. En Vitesse op 2-1. Braafheid. Vitesse zal even af moeten wachten wat Utrecht doet. Vrije trap voor Vitesse. Snel genomen. Jansen. En die kan lekker schieten. Probeert het maar eens. En daar is het doelpunt van Claudemir. Het is 4-3. En Vitesse heeft er een heel klein beetje hoop. Hartschot van Theo Jansen. De redding van Bosker is niet afdoende, want hij legt hem zo in de voeten van Claudemir. Die maakt het dan heel rustig af. En zo heeft hij zijn eerste Arnhemse doelpunt in ieder geval te pak. Na de actie van Claudemir. Geen buitenspel. Dus mag Claudemir door en dat is raak. Dan is Vitesse toch terug. En heeft de thuisploeg de voorrust, de aansluiting gevonden. En was toch wel houdbaar volgens mij. Goeie combinatie.
geen buitenspel, blijkbaar. En Claudemir inzet. Ja, die moet de Rauwelaar eigenlijk wel hebben. Maar is het geen buitenspel van Mekker Liesterli? Daar gaan de protesten van de NAC-spelers naar uit, maar wel te laat. Dit is beter. Claudemir op tijd gegeven aan Jonker. Loran is te laat, daar is de 3-3. Prachtige aanval van Vitesse. Keurig afgerond. Door Kolk. Vitesse op snelheid en NAC hijgt erachteraan. En het is logisch dat Vitesse terugkomt. Want het heeft veel meer energie dan NAC. Precies op tijd gegeven. En ook hier is dat het geval. En Kolk maakt dat keurig af. Mooi paasje van Jonker naar aangeven van Claudemir. En Kolk is een coole afmaker. Zijn 12 alweer van het seizoen. En ook nog de nodige voorbereidingen heeft hij achter zijn naam staan. Hij is kortom de meest nuttige speler van Vitesse. Vitesse op jacht naar de derde. Lorca voor het doel. Daarachter Jansen die het ineens doet. Lorca raakt hem helemaal verkeerd. Maar de derde is er alsnog. En het is Claudemir die je maakt. En alle twijfel die er misschien nog was, is nu weg. Ja, ze kunnen er wel om lachen, want het past ook wel een beetje bij de wedstrijd, dit doelpunt. Het is allemaal niet zo bedoeld, maar uiteindelijk lukt het dan toch een keer. Jansen raakt de bal wel goed. Lorca helemaal verkeerd. Maar hij heeft daar een assist. Jansen via slot. Lorca met heel veel geluk bij Claudemir. En 3-0 voor Vitesse. Voor Sparta het 73ste tegendoelpunt dit seizoen. Het clubrecord van Sparta staat op 75. Dat komt toch wel angstig dichtbij.